Alle fractievoorzitters komen straks samen in de Tweede Kamer. Er wordt dan een verkenner aangewezen. Diegene gaat vanaf volgende week inventariseren hoe de partijen tegen de verkiezingsuitslag aankijken en wat mogelijke coalities kunnen zijn. Ja, Uri Rosenthal, u heeft een jaar geleden meegelopen in dit proces. Niet als verkenner, maar als informateur. Ja. Dat is weer nog een stap verder. Maar als we beginnen bij die stap van vandaag, hè, die verkenner wordt aangewezen. Wat moet die precies doen? Die moet zich vooral niet met te veel zaken bezighouden. Oh. Die moet zich bezighouden met gewoon verkennen of de verschillende partijen, hoe die tegenover elkaar staan. Een beetje de egeltjes die dan eens even moeten, of ze naar elkaar toe kruipen of in een hokje blijven zitten. Even elkaar besnuffelen een beetje. Besnuffelen, ja. Dat is wel grappig dat u dat noemt. Want we hebben, ik heb tijdens mijn formatiepoging in 2010 hebben we ook op een gegeven moment iets gehad van wat we toen noemden een snuffelfase. Mm. Dus dat snuffelen, dat is inderdaad waar de verkenner mee bezig moet zijn. En niet met zoveel andere dingen die in 2021 tot die dramatische toestanden hebben geleid met de toenmalige verkenners Ollengreen en Jorritsma. Ja, en de functie elders. De functie elders, ja, die weet iedereen nog wel. Dus dan wordt er gezegd van ja, misschien moet dus die verkenner een beetje boven de partijen staan. Dus niet zoals het destijds was, een VVD-verkenner en een D66-verkenner. Denkt u dat het die kant op gaat? Ik denk dat het die kant op gaat. En te meer omdat degene die dus nu het voortouw heeft, Geert Wilders, er alles aan gelegen zal zijn om meteen te laten blijken dat hij inderdaad met de verschillende partijen tot zaken wil komen. Dus als hij het helemaal aan zich toetrekt, dan staat dat tegenover dat idee van we moeten het samen doen. Ja. En aan wat voor iemand zouden we dan kunnen denken? Ik begreep dat bijvoorbeeld Kees van der Staaij van de SGP werd genoemd. Dus hij is nu nog Kamernestor. Dat is straks natuurlijk als Kees van der Staaij afzwaait. Ja, Geert Wilders als hij de Kamer ingaat. Maar zou zo iemand kunnen? Zo iemand zou zeker kunnen. Te meer ook omdat hij een enorme ervaring heeft met hoe het in het parlementaire proces gaat. Hij heeft de situatie meegemaakt waarin nog de koning een rol speelde. Koningin-koning. En sinds kort doet het parlement het alleen. Dus wat dat betreft is zo'n voormalige nestor in de Kamer zou op zichzelf een goede figuur kunnen zijn. Natuurlijk wordt ook de superverkenner Johan Remkes genoemd. Oh, ja? Maar ik heb begrepen dat hij al heeft laten weten dat hij niet gebeld wil worden. Ja, mij niet bellen. Hij zou wel opnemen, maar hij zag het niet. Nee? Nee. En wat was daar de reden voor? Ja, dat weet ik niet. Maar volgens mij heeft die man er gewoon even geen zin meer in dit soort Hij wordt te vaak gebeld. Ja. En hij is toch, hoe je het ook wendt of keert, is toch VVD. Ja. Ja, dus dat zou tegenspreken. Diezelfde Johan Remkes heeft wel gisteren bij Sven Kokkelman geopperd omdat het misschien verstandig is om tot maandag even niks te doen. Dus niet vandaag al allemaal actie in touw, maar gewoon even een beetje rust, zodat de partijleiders alles zouden kunnen laten bezinken. Ja, daar is veel voor te zeggen. De schok is groot in Den Haag. Mm-hmm. Dan heb je nu wel dat ze één dag hebben ingebouwd om rust te hebben aan het front. Misschien is dat niet echt genoeg. Tegelijkertijd geldt dat men heeft afgesproken dat de verkenningsfase echt op termijn moet worden gezet. Een strakke termijn. Want die moet voor 6 december klaar zijn. Oh ja? Dus te veel tijd nemen kan ook weer niet. Nee. Maar ik denk wel, we hebben te maken met het PVV die met 20 zetels is gegroeid en de hele nieuwe partij NSC met 20 zetels. Mm-hmm. Dat zijn mensen die elkaar nog niet eens allemaal kennen. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen over in hoeverre gaan wij wel of niet en op welke punten samenwerken met de PVV. Dus ik denk dat Johan Remkes wel degelijk gelijk heeft. Zorg eerst dat je het intern heel goed met elkaar hebt besproken. Dat je ook heel goed weet wie van jouw fractie voor of tegen is en op welke gronden en waar je een compromis kan sluiten voordat je hier vol induikt. Dus ik zie dat wel even wachten tot maandag. Ja, want dat is wel interessant dat nu dus die partijen zelf achter de schermen, los van die verkenner, moeten gaan afwegen. Ja, zouden wij met de PVV kunnen samenwerken? Er wordt dan veel gezegd, ja, er moet over schaduws heen gestapt worden. Welke dingen zijn daarbij, welke afwegingen zijn daarbij te maken?
die afwegingen zijn voor de ene partij anders dan voor de andere. Hm. Als we nu kijken naar de partijen die het meest genoemd worden voor dit moment, dan zijn dat natuurlijk de PVV, Pieter Omtzigt, ja. Dan de VVD en BBB. Van der Plas, ja. BBB. Ja. Die laatste is kat in het bakje. Ja, die heeft al gezegd, wij willen wel meedoen, ja. Omtzigt heeft gezegd, net als Wilders trouwens, we moeten over onze eigen schaduw heen stappen. Mm-hmm. Enzovoort, enzovoort. Heeft dat weer teruggehaald? Daar kan het inderdaad spannend zijn. Ja. En bij de VVD is het misschien wel het meest spannend. Ja, daar zou het wel eens het meest spannend kunnen zijn. Tegelijkertijd is de VVD een partij die ook waar het fracties betreft gepokt en gemazeld is. Dus op zichzelf vrij snel tot conclusies kan komen van willen we wel of willen we niet meedoen. En daar zijn nog, mag ik dat eraan toevoegen, verschillende smaken. Oh ja? Ja, je kunt zeggen we gaan voluit meedoen. Je kunt zeggen we gaan voluit meedoen, maar we zetten meteen al vast of we inderdaad echt 100% mee willen doen of bijvoorbeeld op een andere manier willen werken. Gedogen. Hè? Dat je minderheidskabinet zou zo hebben. Zo is dat. Ja. Of je gaat bijvoorbeeld ook praten over willen we nu meteen aansluiten of later. Ik heb het gevoel dat men wat dat betreft vanuit de VVD geen spelletjes wil gaan spelen zoals vroeger. Wat u daar precies mee bedoelt, dat horen we graag straks. Dit is een goede cliffhanger, want we gaan even naar het journaal. Maar straks praten we uitgebreid verder, bijvoorbeeld ook met de